De laatste week van de officiële meteorologische winter, want dat is 1 maart afgelopen. Maar winter heeft niet gehad, de boot al over eens. En deze week merkte qua winter ook een potje van, want het is eerder lente dan winter. We hebben vandaag ook een hele mooie dag achter de rug. Het begon wel fris met toch nog in het oostelijke gedeelte van de Achterhoek rond de 1 à 2 graden op waarnemingshoogte. En de grond kwam het hier en door toch nog tot vast. Maar we hebben een hele mooie dag achter de rug met toch wel wat sluierbewolking, maar de zon die het goed kunnen schijnen. En wat ook nog heel belangrijk was, de temperatuur die ging mooi met. Die werd 13 tot 14 graden. De wind die was over het algemeen eerst zuidoosten en later zuidelijk en over het algemeen matig. Dan kreeg ik hele mooie bloempjes en foto's binnen die, die kleur geven aan alles. Want de natuur loopt dan ook een maand voor, maar dat is overal ook goed te merken. En wil je ook een foto opsturen, dan kan dan een foto at gerritsweerpraat.nl. De afgelopen tijd heeft het eigenlijk niet zo heel veel geregend. Er waren wel wat regendagen bij, maar in Gelderland viel het over het algemeen wel met. En vooral in de Oosthoek, waar ik zelf woon in Zilvelde, daar is het ook niet zo heel erg nat. En dat betekent ook dat alles al een beetje aan het groeien en aan het bloeien is. En ja, alles wat groeit en bloeit, heeft ook bemesting nodig. En daar ben ik vandaag met bezig. Zoden bemesten, zoals ze dat noemen. De mest in de zoden brengen. En dan zorgen dat die voedingsstoffen ook dicht bij de wortels komen. Nou, dat gaat ook heel goed gebeuren. En hier op de zandgrond is het ook goed te doen, want het is niet erg nat op dit moment. Het weer voor vanavond. We hebben te maken met toch wel weer wat opklaringen. De wind die bleef iets doorwaaien in de zuidelijke richtingen. Daardoor werd het niet zo koud als afgelopen nacht. De minimumtemperatuur ligt dan zo rond de 4 tot 6 graden. En ja, morgen vroeg dan hebben we in eerste instantie ook nog wel redelijk zon. Later wat meer bewolking, maar dat heeft ook allemaal te maken met een storing die wat overkomt. En er kan wat regen of een bui uitvallen, maar dat zal in de middagperiode zijn. Ik verwacht geen grote hoeveelheden. En de temperatuur, die is morgen ook in vorm, die werd ook zo rond de 12 tot de 13 graden. Ja, de mest die in de grond werd gebracht, daar zit een tank, daar zit ongeveer 20 kuub in, 19 kuub. En daar zit anderhalve tank van op de hectare, dus daar zit ongeveer 30.000 liter, 30 kuub. Aan koeienmesten werd er nou bemest. Is nog niet helemaal genoeg voor de groei. Er moet nog een klein beetje ander spul bij. En het zal vooral stikstof zijn om het gras nog extra te laten groeien. Maar het is in ieder geval een hele goede start. Alleen een beetje het probleem is hier dat het wel wat bloempjes staat. En er zit ook nog wat muur in. En of dat helemaal de overhand krijgt, dat moet eigenlijk niet hebben. Dat moet goed in de gaten houden de komende tijd. Ja, want de komende tijd blijft het ook groeizaam weer. Want na morgen halen we een redelijk hoge temperaturen. We mogen normaal 7 graden hebben. En we zitten dus deze dag aan de 14. En vanaf woensdag dan gaan we wel richting 10, 11 graden. Maar op zich ook nog aardige temperaturen. En s'nachts, ja, als het wat opkloort, dan kan het een graadje of 2 worden. Maar over het algemeen, woensdag moeten we rekening houden met een klein beetje regen. En ook donderdag. Maar die storing gaat heel langs, kort langs de Gelderland heen. Eerst westelijk en later wat zuidelijk. En het is ook maar eventjes te zien of we ook in het oostelijk deel van Gelderland toch nog wel regen kreeg. Maar de grootste hoeveelheid die kan vallen tot en met vrijdag, dat zal zo rond de 9 tot 10 mm zijn. Maar er zijn dus ook plekken waar het stukken minder zal vallen. Maar het bleef zacht en gruizaam. Temperaturen dus hoog en richting het carnavalsweekend. Elk weekend zet het weer zich weer een klein beetje op. En dan ligt ook of dat naar het volgend weekend gaat gebeuren. Is eigenlijk nog wiet weg en daarom hebben we het er morgen nog een keer over. Goed gaan.